Jongeren en ouderen moeten meer samenwerken. Dat vinden ze bij het Antoniushof in Gent. De bewoners van de Service Flat maakten een musicalvoorstelling met dans en expressie. Ik vind het goed dat die bewegen en dat is ook gezond. Jongeren, de dag van vandaag, jongere generatie denken dat ouderen minder actief zijn. Dit bewijst het tegendeel in feite. Hè? Dus dit bewijst dus in feite dat mensen zelfs op een hoge leeftijd, zeer hoge leeftijd, nog zeer actief kunnen zijn. Ik vind dat wel sportief en ook leuk omdat de ouderen... Dat ze dat doen. Op de planken stond Georgette, 87 jaar, de oudste bewoner van de Service Flat. Zij wou duidelijk laten merken dat ouderen nog heel wat in hun mars hebben. De kinderen zien dat oudere mensen ook nog bekwaam zijn voor iets te doen. Ik ben 87 jaar en de mensen die weten dat niet. Die denken dat we in een stoeltje zitten en dat we ons moeten verzetten, maar dat is niet waar. Jongeren denken tegenwoordig dat ouderen minder actief zijn. In de toekomst moeten we een samenwerking opbouwen. De ouderen worden ook gemotiveerd door de levensvreugde, de jongheid, de activatie, de stimulatie van allerlei zaken. En daardoor voelen zij ook beter in hun vel. Dus de combinatie, de samenwerking ouderen-jongeren is voor hen echt van vitaal belang. Ik had nooit gepast dat ik een ster zou geweest zijn, maar nu weet ik dat ik een ster ben.